in Rijnsburg. Rijnsburgse boys thuis tegen TEC. Beide ploegen hebben 7 punten gehad uit de laatste 3 wedstrijden. Er is Tillema op Jeffrey Jongenelen. Jongenelen, goede speler op Tillema. En, oh, fantastische goal. 5e minuut wedstrijd. De voorsprong voor Rijnsburgse boys. Tillema en doelman Sebastiaan van der Zwan kansloos. En zo staat Rijnsburgse boys in eigen huis voor tegen TEC. Dan TEC met de gelijkmaker. Nee! Oh, wat een kans. Ja, dit soort kansen moet je niet geven aan Vink. Die had hem voor het intikken. Ruststand 1-0 voor Rijnsburgse boys. Dat ook beter voetbal speelt dan TEC. Maar ja, Rijnsburgse boys staat natuurlijk ook hoger op de ranglijst in de tweede divisie. Tillema weggestuurd. Goed meegedaan door Van der Sman. En Tillema. Nee, het is niet zijn tweede. Geluk voor TEC in deze fase van de wedstrijd, want de ploeg uit Tiel blijft in de wedstrijd. Weer Rijnsburgse boys. Goeie diepe bal en komt hier de beslissing aan? Nee, Van der Sman redt op de inzet van Van den Oever. En ook de nastoot verdwijnt naast de goal van TEC. De ploeg die het meeste recht heeft op 3 punten is toch wel de thuisploeg. We zitten inmiddels in blessuretijd. Stand nog steeds 1-0. Rijnsburgse boys natuurlijk de ploeg met de beste kansen. Stroker weer weg. Stroker kijken en invaller. Parami met een 2-0. En zo pakt Rijnsburgse boys 3 punten ten koste van degradatiekandidaat TEC. Dat weet weer na 3 wedstrijden wat verlies is.